Hier bij knooppunt Paalgraven en Os mag je 's nachts 130 rijden. Met de vele op- en afritten veel te gevaarlijk, vindt de gemeente. Die klaagde het ministerie van Infrastructuur aan dat bepaalde dat 130 hier mogelijk is. Os kwam met 1 ambtenaar en 1 deskundige. Den Haag kwam met 5 man. Ik vond het wel een beetje David tegen Goliath. Zo voelt het misschien ook wel. Dat is ook zo. Het is natuurlijk ook op zich best vreemd dat je als overheden hier bij de rechtbank bij elkaar staat. Wij krijgen veel klachten in de gemeente Os van bewoners over geluidsoverlast. En dat is al jarenlang. Argument 1 van Os, geluidsoverlast, werd meteen van tafel geveegd door Den Haag. Uit onze rapporten blijkt dat we allemaal binnen de normen blijven. Argument 2 van Os, het is onveilig, werd ook meteen van tafel geveegd. Het is een van de veiligere wegvakken in Nederland. Dat blijkt in ieder geval uit de verkeerscijfers, uit de ongevallencijfers. We zien dagelijks hoe het allemaal net goed gaat. Dus ik zou bijna zeggen net als beleggen. Resultaten van het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Dan wat verder naar het zuiden. Op de A270 tussen Helmond en Eindhoven mag je overdag 130 en 's nachts maar 100. Bewoners in Nuenen-Zuid wonen pal bij de weg en klagen over herrie. Dus het is ongeveer 50 meter vanaf de weg, de stad. Want het zit allemaal heel dicht op de weg. Ja, ik heb het gezien. De rechtbank heeft ook even op Google Earth gekeken. En daar is keurig te zien waar u allemaal woont. Bewoners en de gemeente klaagden de provincie aan. Want de provincie had beloofd dat er 100 gereden moet worden. En dat werd ineens veranderd in 130. Omdat onderzoeksbureau TNO er proeven met het verkeer wil houden. Waarom bent u niet ergens anders gaan zitten met deze testsnelweg? Het gaat om een uniek stuk snelweg dat aansluiting heeft met andere stukken waar ook getest gaat worden. De Automotive Campus zit hier, waarbij we aansluiten. De rechter moet nu gaan bepalen wat het zwaarst weegt. De testlocatie voor TNO... of de rust en veiligheid van bewoners en weggebruikers.